Ja, iemand zei laatst tegen mij, plaats eens een geocache. En daar is hij dan. Je ziet heel duidelijk hier binnenin zit het boekje. Daar is hij. Je moet alleen zelf een pen meenemen om erin te kunnen schrijven. En je ziet het. Officieel geocache. En we gaan hem nu verstoppelen en jullie kunnen hem vinden. Het is nog even een leuke video voor vanavond. Dit is de geocache. En die ga ik hier verstoppelen. Exact, maar dan ook exact op deze coördinaat. Namelijk hier. Dat is dus de coördinaat. Noord 51 54 473 en East 006 02 289. Jawel. En ik ga hem hier plaatsen. En als jullie de video zien, dan is die geplaatst hier onder de bank. Dit is de coördinaat waar die ligt en je kan hem vanaf nu gaan opzoeken terwijl je deze video ziet. Dat is dus de coördinaat waar die ligt. Het is heel koud. Ik trill een beetje. Heel erg mooi. Hij ligt hier gewoon op deze schitterende plek. Vlak bij dit bord. Wat je vanuit het heelal ook kan zien. Via de satelliet zie je zo'n witte vlek. Hij ligt daar. Veel plezier met het zoeken naar de geocache. Jawel. Heel erg gaaf. Schrijf iets in het boekje. En ik ga volgende week, dus over 7 dagen, nadat jullie deze video zien, ga ik hier weer kijken. En dan laat ik het boekje zien en dan ga ik kijken wie erin geschreven heeft. Jawel. Heel erg mooi. Ja, we zitten tussen twee rietvelden in. En één hint. Als je hierheen wil komen, rijd dan richting Pannerden. Meer kan ik je niet verraden. En daarna gewoon via die coördinaat. Maar ik zeg jullie wel, alvast, benaderen hem wel via de weg. Aan de kant van de weg. Dus niet dwars door de sloot gaan of wat dan ook. Want dan ga je hem zeker niet vinden. Het is redelijk moeilijk om hem te vinden. En dit is het enigste pad er naartoe. Jawel.